Marco was schijnbaar aankopen aan het doen voor de barbecue waar hij naartoe onderweg was. Zijn moeder Mary laat weten dat hij het heerlijk vindt om met eten bezig te zijn nu hij zoveel vrije tijd heeft. We maken het elke dag gezellig. Wat gaan we doen? Wat gaan we eten? Marco vindt het heerlijk om te koken. Dat kan hij als de beste. De foto van Marco heeft een flinke indruk achtergelaten bij Guido den Aantrekker, de hoofdredacteur van Story. De foto's zijn natuurlijk redelijk confronterend als je ziet dat hij er toch iets anders uitziet, to put it mildly, dan drie jaar geleden, toen die zaak aan het rollen kwam, zegt hij aan de desk van Sean. Hij vervolgt: Marco heeft zich al die tijd als een soort kluizenaar opgesteld en heeft in de tussentijd een penthouse in Alkmaar gekocht waar hij zich teruggetrokken heeft. Zijn kinderen komen daar op vaste dagen altijd langs. We zien hem bijna nooit. We hebben hem alleen wel eens kunnen fotograferen op zijn boot, op zo'n bootje of op een vrachtschip. Ja, we noemen dit een metamorfose. Hij is minimaal een kilootje of 10 of 15 aangekomen, gok ik. De collega's van Show News walgen echter van de ondertitel die Guido bij de foto schreef: Zanger geniet volop. Zo beweert vriend William Rutte dat het helemaal niet goed gaat met Marco, we weten dat hij niet geniet. Hij heeft geen leuke tijd, mensen vragen zich nu massaal af: is Guido aan het vatjeemen? Hij vindt zelf van niet, met alle respect, behalve als je het over ziek zijn of een afwijking hebt. Dik zijn is een keuze: je kunt er ook gewoon voor kiezen om niet te dik te zijn. Als je gewoon wat minder eet en meer beweegt en niet de hele dag met je hand in het koektrommeltje zit, dan... We kwamen hem tegen bij een bepaald centrum waar hij allerlei spullen voor de barbecue aan het halen was. Dat had hij ook in zijn handen. Ja, weet je, op dat moment is hij dus ook gewoon aan het genieten.